Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Oké, hey, ik ben Janet en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is heel ongemakkelijk. Ik ga weer een nieuwe week van beginnen. Ik ben gisteren teruggekomen van vakantie. En Eve en ik hebben net onze nagels laten doen. Deze mensen kijken me heel erg aan. Oké, maar als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog doet en Eve abonneert. En heel veel kijkplezier met deze video. Oké, Eve en ik zijn herenigd. En we zitten bij de stadhouder. We hebben net onze nagels laten doen. Ik heb een beetje rozig. Welke kleur heb jij, Eve? Ik heb rood, maar ik ga het niet laten zien. Ja, Eve vindt dat ze te korte nagels heeft, omdat ze nu een tijdje niet is geweest. Maar het is wel heel mooi. Ja, het is wel heel mooi. En we gaan dus nu even samen lunchen bij de stadhouder. En vanavond gaan we uit. Ja! Eet smakelijk, schat. Oké, ik ben onderweg naar Eva, want... Ja, oké, ik ben onderweg naar Eva. Ik heb vanmiddag ook met haar geluncht. Maar wij gaan eventjes vanavond uit. Samen met Eve en met Im. Maar we willen dus Mac gaan eten. Sorry dat ik zo raar praat. Ik ben even op het verkeer aan het letten. Nou, we willen dus vanavond Mac gaan eten. Dus ik ga nu Mac halen. En dan ga ik door naar Eve. Dan gaan we weer McDonald's eten. Echt super slecht. Maar sinds die McDonald's daar zit... kunnen we het gewoon echt niet meer aan. Dus wij gaan vanavond uit in Den Haag, waar we super veel zin in hebben. En ik heb nu nog een trui van mijn broertje aan. Ik heb wel mijn make-up al gedaan. Ik heb mijn haar al gedaan. Nog even stylen, maar het is eigenlijk al best wel stijl na het wassen. En ja, ik heb er echt super veel zin in. Om gewoon weer lekker met vriendinnen te zijn. Dus ja, ik ga even Mackie halen. Oké, nou jongens, ik ben bij de McDonald's. Dus daar gaan we weer. Hoi, ik wil graag 3 grote friet met saus. Oké. Een cheeseburger. Ja. McChicken. Oké. Okay. En een McCroket zonder saus. Oké, was dat hem? Ja, dat was hem. Eet smakelijk, schatten. Oké, ik ben nu met Eve. En we gaan zo meteen uit. Waar gaan we uit, Eve? Ja. Oké. Ja. Eve. Gaat het goed? Ja, het gaat fantastisch. Maar we gaan nu toch nog geen lipstick op doen? Ja, ik denk dat het aan beneden ligt. Kom. Oké, kom, we gaan naar beneden. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Gisteren heb ik helemaal niks gefilmd omdat ik de hele dag moest werken. Dus dan weten jullie dat. Maar vandaag ben ik de hele dag vrij. Ik heb net nog even wat boeken opgehaald voor mijn opleiding. Want tip, bestel het tweedehands via bol.com. Grootste tip ooit. En ik had ook nog mensen geappt. Die vorig jaar al hadden gedaan. Dus ja. Ik moet mijn koffer nog opruimen. Maar ik zal jullie eerlijk zeggen. Ik heb er echt geen zin in. Dus ik denk dat ik de vakantievideo's ga doen. En ik moet ook nog wat andere vlogs doen. Aangezien ik geen internet had op vakantie. Dus ja, daar ben ik sowieso wel nog denk ik de hele dag mee bezig. Als ik al die vlogs moet gaan bewerken. Dus ik moet even kijken, want mijn kamer is echt een heel erg troep. En ik heb eigenlijk gewoon geen zin om maar aan te beginnen. Maar ik kan me geen andere dag bedenken dat ik het wel ga doen. Dus dat ga ik nu. Dan ga ik nu mijn vlogs editen. En dan pak ik het daarna wel. Ga ik alles wel even uitpakken en zo. Ik ga toch maar eerst mijn kamer doen, want anders ga ik het gewoon niet doen. Ik ken mezelf, dan ga ik dit niet doen. En ik ga liever in mijn vlog, zo mijn vlogs editen in mijn bed. Dus ga ik nu eerst alles opruimen. Oké, het is een paar uur verder. Ik ben nog steeds bezig met mijn kamer. Het gaat echt niet zo snel. Maar ik heb zoveel kleding dat ik gewoon niet weet wat ik ermee moet. En ik heb eigenlijk geen zin om alles te verkopen. Omdat ik gewoon geen zin heb om alles daarvoor te doen. Maar dat ga ik wel doen. Ik ga nu even lekker wat drinken en even op het balkon zitten. Want het is echt lekker weer. Ook al heb ik een trui aan. Zo, zie ik er bezweet uit. Nou, papa en ik hebben net een kast bij de IKEA gekocht. Want het is zo'n troep in mijn kamer en ik kan mijn spullen gewoon niet kwijt dat we dit nu in die kast gaan doen. En ik ga hem in elkaar zetten. Ik weet dat ik het kan, dus ik ga het ook echt doen. En het is nu 4:15, dus daar ga ik maar mee beginnen. Yeah.
dag het is vandaag. Dinsdag. En ik heb vanochtend tot middag moest ik oppassen. Dus ik ben nu weer lekker thuis. En ik had gisteren, was ik begonnen aan de IKEA kast. En die heb ik gisteravond ook afgemaakt. Dus dit is hem. En die komt daar te staan. Ik vind hem echt heel erg mooi. Super handig voor de rest van mijn spullen. En ik heb ook nog een super leuk pakketje van Chiquelle. Dus die ga ik ook even unboxen. Maar ik ga eerst mijn kamer opruimen, want het ziet er niet uit. Oké, ik heb even gedoucht. Ik moet mijn haar en zo nog doen. Ik moet nog omkleden. Ik heb namelijk een badjas aan. Alleen, ik dacht ik ga even dat pakketje unboxen van Chiquelle. Want ik heb 4 kledingstukken ontvangen. Ik weet nog niet precies wat. En ik heb ook een kortingscode met de code Janette15. Volgens mij, ik zal het even in beeld zetten. Krijg je 15% korting op de hele site. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik zal de linkjes in de beschrijving zetten, ook naar de website. En ik zal ook op Instagram het wel even laten zien. Ik zie mega veel zwart. Maar ik had ook niet anders verwacht van mezelf. Als eerst heb ik een soort sweater dress. Dus een zwarte sweater dress. Ik vond dit gewoon nog heel erg leuk om te hebben. En ik heb het besteld in een maat S. Dit is een blazer dress, toch? Ja. En ik heb hem in het roze. Een beetje oud roze. En dit is dus een super leuk jurkje in de vorm van een blazer. En ik hoop zorg dat die past en niet kort is. Ik heb hem in een maatje 36. Dan heb ik nog een blazerdress. Maar deze is iets netter. Zo. Oh nee, dit is gewoon een blazer. Wist ik niet. Maar deze had ik besteld voor school. En dit is gewoon een normale zwarte blazer. Het is geen jurkje. Maar gewoon een blazer. En dit is wel heel erg handig. Want als ik volgend jaar mijn opleiding ga doen, wil ik ook wat nette dingen hebben. En ik heb ook een heel mooi zwart blouseje. En deze is van een klein beetje, ja, hoe noem je dit soort stof? Beetje zacht stof. Heel erg mooi. Deze ziet er ook wel heel erg mooi uit. En deze heb ik ook besteld in een maat S. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. En je kan dus met de kortingscode Janette15 15% korting op alles krijgen van de website. Wat ik er nog even bij wilde zeggen is dat ik best wel nette items heb besteld. Omdat ik volgend jaar, dit jaar, opleiding ga doen tot docent. En ik wil gewoon wat nette dingen hebben. Dus daarom. Ik ga nu wachten tot Demi en dan gaan wij lekker ergens wat eten. Gaat lekker, schat. Oké, Demi en ik zijn herenigd. En we zijn nu in Scheveningen. Oké, maar we zijn dus in Scheveningen en wij gaan lekker uit eten. We kijken nu recht op de pier. Weet het, toen ik in het vliegtuig zat, toen vlogen wij zo en toen zagen we dat. Leuk. Leuk, hè? En ik zal even Demi haar outfit laten zien voor de vrijwilligers. Jasje van, weet ik niet, jurkje en superga's. Gewoon 19. Oh, hè? Oh, Janette dan, sorry. Oké, wij gaan lekker eten bij het strand. Joehoe! Goedemiddag, het is vandaag woensdag. En het is inmiddels al 4 uur, best wel laat. Maar ik ben de hele dag bezig geweest met editen, foto's ophangen, hier zo. En mijn hele kamer is opgeruimd. Het is nog nooit zo schoon en netjes geweest. Dus ik ben echt heel erg trots op mezelf. Productieve dag. En ik had ook met mezelf afgesproken, ik ga niet eerder schoolspullen kopen voordat ik alles heb opgeruimd. Dus ik ga zo meteen eventjes schoolspullen kopen. Ik weet niet precies wat ik nodig heb, dus ik ga ook niet te veel kopen. Maar in ieder geval even een agenda en wat schriften. En ja, dat dus. Ik zal nog even laten zien hoe goed ik mijn kamer heb schoongemaakt. Oké, hier kom je dus binnen. Dan heb ik hier mijn jassen hangen en mijn schoenen staan hier. En daaronder, dit is een soort wasmandje. Die moet ik nog even legen. Dus dat is nog niet opgeruimd. Dan heb ik hier tassen hangen. En dan komen echt, ja, komt er echt te veel kleding wat ik heb. Ik weet dat het echt heel erg veel is. En ik weet dat het ook niet normaal is. Maar oké. Dan heb ik hieronder mijn kleine tasjes zitten. Die heb ik allemaal daarin gedaan. Dan mijn kast. Met hier nog wat andere kleding dat hangt. Hieronder BH's, ondergoed en bikinis. En hier heb ik allemaal broeken. En wat ik dus doe is altijd één ding leeg houden. Zoals je dan daarachter wil pakken. Dan doe je dit opzij en dan trek je dit naar voren. Want anders dan gaat alles bij mij altijd door de war. En daarboven zijn nog shirtjes en hemdjes en zo.
Nou, dan heb ik mijn bureau helemaal opgeruimd. Hier wil ik gewoon, als ik schooldingen doe, hier wil ik dat gewoon doen. Dan mijn make-up. Mijn meest gebruikte make-up heb ik hier maar ingedaan. Want ik ga toch heel vaak naar mijn moeder toe. En dan kan ik dat makkelijk meenemen. Maar het ziet er alsnog opgeruimd uit. Dan heb ik dit tafeltje maar hier neergezet. Vond ik wel prima. Mijn kastje. Die is ook helemaal opgeruimd. Het blaadje moet alleen even dicht. En dan hier mijn favoriete plek met mijn foto's. Ik heb ze maar wat uitgebreid. Ik zie nu dat er één foto is gevallen daar. Die ga ik nog even ophangen. En mijn bed. En die heb ik ook maar even opgemaakt. Dan was dat ook gedaan. Even kijken, waar is die foto gebleven? Foto hangt weer. En dan nog een nieuw kastje die ik dus in elkaar had gezet. Dat had ik wel laten zien. Met hierin mijn haarspullen. Ja, dingen die ik makkelijk mee kan nemen. Mijn boeken die ik moest bestellen voor school. Ja, een beetje chaosla. En de rest zitten ook nog spullen in. Dus ik ben heel erg trots op mezelf. Oké, ik zit in de auto. Ik ga nu even naar het dorp rijden en dan ga ik even die spullen kopen. Ik zal thuis wel even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, ik ben terug van het dorp. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Ik weet niet of iedereen dit interessant vindt, maar voor de mensen die het wel interessant vinden zal ik het even laten zien. Waar ga ik dit opzetten? Is dit goed liggen? Nee, maar oké. Als eerst hebben wij zo'n nieuwe winkel, dat Beauty X, wat eerst de mooie was. En daar heb ik dit van Estée Lauder gekocht. Rip uit mijn lijf. Dan mijn schoolspullen. Zwarte wiskundeschriften. 8 van dit soort notitieboekjes. Deze stiften. Highlights. Stickers voor op de notitieboekjes. Heel veel pennen. Etui. Een agenda, gewoon zwart, zoals alles. Zo'n map en dan nog meer notitieboekjes. Dus dit is wat ik heb gekocht. Oké, het is inmiddels alweer avond. Ik moet nu een uurtje oppassen. En daarna ga ik met Lieke en Im wat drinken in de stad. Ik moet wel een beetje opschieten, want ik moet over 5 minuten weg. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit blouseje van Naked. Broek van de Bershka en mijn Yeezys aan. En voor de rest al mijn sieraden zijn van Joy Jewelry. Dus ik ga nu naar de stad en hier nog even een tasje pakken. Hey schatten! Ik ben nu met Eva en Imme en met Lieke. En kijk, dit hondje van Eva, Gijsje. Zo'n poepie. Oh, kijk, nu ben je ook op de vloeg. Ach, hij is echt heel lief. Maar ik dacht dat hij nog kleiner was ook. Oh, nee, rustig. En we gaan nu even een stukje rijden met de auto. Blijf jij hier? Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik heb me net heel snel klaargemaakt en ik rijd nu naar Imme toe. Want wij gaan naar de stad. Wacht even hoor, ik moet even remmen. Oké, ik zit dus in de auto en ik ben onderweg naar Imme. Want we gaan even naar de stad toe. Even kijken. Ik heb me dus heel snel klaargemaakt. Ik ga vanavond uit met CDA en met Ei. En CDA is 3 maanden weg geweest. En dan ga ik haar eindelijk weer zien. Zin in. Echt heel veel zin in. En ja. Wat wilde ik nog zeggen? Ik wilde nog iets zeggen. Ik weet niet meer. Gisteren waren we een drankje in de stad gaan doen. Volgens mij heb ik echt 1 seconde gefilmd. Maar dat was heel erg gezellig. En ik moet vanavond werken. Niet als ik stel dat ik nu dit film. Maar... Ja, maar als ik gewoon normaal zou zitten, zou je me niet kunnen zien, toch, denk ik? Ik heb geen idee. Wacht, ik ga kijken. Oké, Im en ik zijn in Den Haag. Wow, zie je die streepjes op mijn scherm? Ja. Ik hoop niet dat je dat ziet als ik het op doe. Het is zo'n gast, denk ik. Ja. Oké, maar... Het is een hulpmiddel om recht te kunnen filmen. Oké, dan doe ik het recht op mijn ogen, ja? Wat? Zo, die lijn. Nee, hij blijft. Nou, ik weet niet of je dat ziet met film. Maar we zijn dus in Den Haag en we gaan even shoppen. Zoveel. Dat hebben we eigenlijk nog niet zo vaak gedaan. Im en ik zijn eten in de stad geweest. We hebben alleen echt niks gefilmd. Nou, ik heb niks gefilmd. Dus we lopen nu weer richting de auto. Ik vind het zo raar dat raster. Kijk dan. Kan je zo kijken of je dat weg kan halen? Oké, ik ben nu bij C thuis. En zij is terug!
Oké, nu is het nieuw. Hoezo? Oké, maar we gaan vanavond dus uit. Volgens mij had ik dat al verteld. Ik moest net even werken. En we gaan nu even wat drinken. En dan gaan we uit in Den Haag. En ik ben niet scherp. Nu lijk ik heel bruin omdat het donker is. Sorry. Goedemorgen. Welkom bij een nieuw vlog. Het is vandaag vrijdag. Wij zijn gisteren uit geweest. Ik heb helemaal niks gefilmd. En we zijn net wakker. En ik heb nu kramp in mijn kuit. Ja, ik heb echt kramp in mijn kuit. En het is nog mijn make-up van gisteren. Dus als je vraagt waarom ik er zo uitzie. En wij gaan nu even lekker wat eten. Ik heb bij C geslapen met Ijf. Ik ben alweer een hele tijd thuis van C. Het was echt super gezellig. Alleen ik ga nu de vlog afsluiten. Want hij is volgens mij al iets van 15 minuten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Als je het een leuke video vond, zou ik het heel erg leuk vinden. Als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!